Kijk naar het weersjournaal van Weerplaza. Veel bewolking boven Nederland. Uit die wolken regent het flink. En bovendien staat er ook een stevige wind. Hard, misschien wel stormachtig langs de kust. Met forse windvlagen erbij. En daar moeten we in de ochtend zeker rekening mee houden. In de loop van de ochtend in het noorden de eerste opklaringen. Heel voorzichtig. In de ochtend is het 10 tot 12 graden. Vanmiddag gaat de temperatuur langzaam omlaag. Opklaringen winnen terrein. De zon breekt van tijd tot tijd door. En het wordt een heel stuk droger. De wind neemt ook tijdelijk iets af. Maar vanavond gaat de wind alweer aantrekken. Dan dienen de eerste buien zich aan in het noordelijke kustgebied. De rest van het land tot opklaringen. En vanavond ligt de temperatuur tussen 6 en 8 graden. Dan gaan we naar morgen. Een buiige dag met zware buien, vooral in het noorden, met onweer, hagel misschien daarbij. Een stevige wind nog altijd. Het kan stormen in het Waddengebied met kans op zeer zware windstoten. Er is wat zon tussendoor en het wordt 6 tot 8 graden. Zondag is het een fractie rustiger met de wind. Er kan nog een opklaring voorkomen. Geleidelijk winnen wolken echter alweer terrein en de kans op neerslag is er ook. Maandag regent het harder, ook dinsdag een druilerige dag met temperaturen die weer hoger uitpakken. 10 tot 12 graden is het dan. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl